Het is volgens mij voor het eerst sinds 2 jaar dat deze hoteliers elkaar weer zien. En dat voel je ook wel. Je voelt ook wel het belang van deze tijd, van de timing van dit evenement. Want het is gewoon een hele spannende tijd. We staan op de vooravond van een winter die nog niet echt is begonnen, maar die gaat natuurlijk wel beginnen. En dat gaat voor heel veel mensen een moeilijke tijd worden. Dus het is heel belangrijk om bij elkaar te komen. Je merkt dat mensen heel erg aan het uitwisselen zijn. Hoe doe jij dit? Waar ben jij mee bezig? Hoe ga jij om met de energieproblemen? Er worden creatieve oplossingen aangedragen. Van asielzoekers tot zonnepanelen, zal ik maar zeggen. En als je een beetje leegstand in je hotel hebt en je hebt een bepaalde rustige periode voor een bepaalde seizoenbedrijf, dat je eventueel asielzoekers in je hotel opneemt, dan krijg je een vaste dagvergoeding voor. Dan moet je een lunch, ontbijt en diner voor verzorgen. En je hebt zo'n 7 dagen per week, ook dat is een voordeel. Dus je hebt bijna 100% bezettingsgraad over bijvoorbeeld januari, februari, maart. Ik weet zelf bijvoorbeeld van mijn eigen bedrijf hoe moeilijk het is om mensen te krijgen, personeelstekorten. Dat speelt natuurlijk hier nog veel heviger, maar toch zijn ze allemaal behoorlijk optimistisch. Zien ze ook wel kansen, zien ze ook wel upsides van alles. Ik kom uit Friesland. In Friesland houden we van de winter. Een van onze favoriete seizoenen, dus wij hopen natuurlijk op een Elfstedentocht. Dat is het, hè? Ja. Mensen die in scheiding liggen of mensen die tijdelijke woonruimte zoeken omdat er een krapte in de woonmarkt zit. En op deze manier kunnen we toch een x-aantal kamers ook in de winterperiode gewoon bezet houden. Mijn business is in Paramaribo. Ik ben uit Paramaribo speciaal gekomen voor de Summit. Ik zou ook 2 weken komen, maar ik ben gewoon vervroegd gekomen om deze Summit bij te wonen. Ik heb niet eerder zoveel collega-hoteliers of mensen ontmoet die in dezelfde branche zitten. En het is ontzettend leuk om elkaars verhalen te horen. Ja, ik ben toch wel gewapend voor wat pittige vragen. En verder gewoon een goed gesprek. Samenwerking is het enige hoe we positief naar de toekomst kunnen gaan. Dus zeker. Heel veel succes. Dankjewel. Ik vond het model dat je eens moet kijken naar je bedrijf. Stel je voor dat het over 5 jaar failliet zou zijn. Wat had je dan anders gedaan? Dat vond ik echt een in plaats van de geëikte SWOT-analyse. Ik denk dat degenen die er niet waren wat gemist hebben. Het was een mooie dag. En zowel plenair, maar ook de subzalen. Hoe mooi is het als inderdaad, ik was zelf bij de familiebedrijven-sessie, als mensen als Leon Dijkstra hun ervaringen delen, ook in de, wel met elkaar de Chatham Rules. Ik denk ook dat je daarmee de kracht ziet van ons vak ook. Hè. Je komt bij elkaar als vakmensen en je deelt je ervaringen met elkaar, daardoor word je sterker. En ja, het is mooi dat dat door een magazine gefaciliteerd wordt. Als dat magazine ook live ontmoetingen realiseert, ja, dat biedt toegevoegde waarde. En voor de rest het meest inspirerend vond ik de neuropsychologen. Wat een ontzettende gave vrouw is dat. Gewoon met elkaar dansen en een keer gek doen. In plaats van alleen maar hebben over financiële dingen en dingen zoals crisissen, maar gewoon losgaan en vieren wat voor vak we hebben met elkaar.